Ik ben hier bij DSM Raisins in Schonebeek. Even kijken waar zij het verschil in maken. Hoe zit het dan met Ewart? Waarin maakt deze plantmanager het verschil? Zijn positivisme. Elk probleem kan hij naar wat positiefs brengen. En de energie, maar daarbij ook wel een ontzettende betrokkenheid bij de mensen, bij de organisatie. Als hij voor de troep staat, voor de groep, dan is hij ook echt betrokken. En je ziet dat hij hem aanraakt en aanraadt. Het verschil met Ewart is met voorgaande plantmanagers is toch wel wat beter geluisterd. Daar wordt ook echt wat meer gedaan. Ewart spreekt in een artikel over gedragsverandering maakt het verschil. Hoezo? Ja, absoluut. Maakt het gedrag het verschil. Als de mensen zich bewust zijn van hun handelen, dan kun je je gedrag ook aanpassen. We spreken mensen aan op gedrag. En als iedereen dat besef heeft en ook bereid is om zijn gedrag aan te passen, dan kun je een enorme slingereffect krijgen en de hele organisatie veel efficiënter inzetten. En waarin maakt DSM het verschil? Ten eerste in de ligging, Zuidoost-Drenthe. En ten tweede als organisatie hier, toch in het wijgevoel en absoluut open, no blame cultuur. Jan, waardoor zijn jullie het verschil gaan maken? Nou, ik denk dat het verschil enige jaren geleden is begonnen. We hebben toen een audit gehad. En uit die audit hebben we destijds een unacceptable gescoord. Wij wilden toch aantonen dat wij beter konden dan unacceptable. En dan zeker een acceptable kunnen scoren. Dat hebben we ook de tweede keer gedaan. Maar goed, de trein die wij al gestart hadden, die ging eigenlijk al zo voortvarend. Dat vorig jaar heeft Ewart ook gezegd van jongens, we kunnen beter, we gaan voor een good. En ik moet zeggen, dat was eigenlijk de overtuiging ook van de locatie dat we zeker moesten kunnen halen. En dat hebben we ook gedaan. Als je een goed idee hebt en je kunt het onderbouwen, ja. dan wordt er echt naar geluisterd en wordt er ook wat mee gedaan. En dat stimuleert het. Er is een enorm verschil gekomen in de veiligheidsmeldingen. Hoezo? Nou, het is vooral een stuk historie. Waar je ziet dat als je ruimte geeft aan mensen om te melden, en dat vooral ook blame-free doet, en ze niet op hun flikken geeft als ze iets melden, dan zijn mensen veel meer bereid om te melden. En als je dan het gebruikt als een leerervaring, waardoor je zegt van joh, ik heb iets hartstikke stoms gedaan, maar ik vertel dat en dit is er aan de hand geweest. En ik zorg ervoor dat mijn collega morgen niet precies hetzelfde gebeurt. Er wordt naar je geluisterd bij DSM Raisins. En zij hebben een no-blame cultuur. Is dat het verschil?